Er is veel veranderd in de 125-jarige levensloop van het georganiseerde reddingwezen. Niet aan de redders, want die verrichten even onverstoorbaar als vroeger hun gevaarlijke werk. Maar wel aan het materiaal. Zo zijn aan de belangrijkste stations de bekende roeiboten van vroeger vervangen door strandmotorboten. Ook daarmee blijft een poging tot redding een hachelijke zaak. Maar toch zijn deze moderne reddingboten heel wat zeewaardiger. Ze dreigen niet, zoals vroeger de roeiboten, de dupe te worden van iedere achteroplopende grondzee. Misschien betreuren romantische mensen het dat ook hier de techniek weer verder opdrong en dat de schilderachtige roeiboten verdwenen zijn. Jawel, maar de keerzijde van alle romantiek is een harde, bittere realiteit. Half tot zwaar bewolkt met aan de kust harde westelijke tot noordwestelijke wind. Een bericht van de wind- en stormwaarschuwingsdienst van vanmiddag 12 uur. Voor district Noord is een waarschuwing van kracht voor storm uit het noordwesten. Thank you.
twee valkballen stuk mee en hij maakt goed leid. Maar er loopt een harde stroom die ons steeds tegen zijn zij aandrukt. Dat maakt het niet makkelijker. Over. Hier de reddingboot door de zeikers. We zijn nu klaar. We hebben de mensen allemaal bij ons aan boord. We gaan nu naar uit en kijk dan. Wel bedankt voor uw medewerking. Over. Opnieuw vaart een reddingboot huiswaarts. Opnieuw ontnamen mannen de zee een buit. Steeds opnieuw zullen mannen en schepen van de reddingvloot de strijd met de zee aanbinden wanneer dit geboden is.